Goeiedag, dit is de nieuwsflits van woensdag 20 maart. Wethouder Richard de Mos bracht onlangs een bezoekje aan de Badhuisstraat op Scheveningen. Dat deed hij naar aanleiding van de schouw vorig jaar. Medewerkers van de gemeente Den Haag hebben direct een aantal Hagenaartjes op de juiste plek gezet. Een scheef verkeersbord goed gehangen en verschillende verzakkingen in de stoep opgelost. De wethouder stak ook zelf de handen uit de mouwen. In de aanwezigheid van onder andere de voorzitter van de BIZ van de Badhuisstraat, Mariska van den Berg. Richard de Mos vindt dat de Badhuisstraat meer aandacht verdient. Vandaag bracht staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS een bezoek aan de Sociale Winkel Schappelijk in buurtcentrum De Mallemok aan de Westduinberg. Enthousiast hielp hij de vrijwilligers mee om alle ingezamelde producten netjes in de kratten te verzamelen. In het kader van NL Doet coördineert het vrijwilligerspunt Scheveningen op initiatief van de Rotary Scheveningen voor het 5e jaar de NL Doet actie om producten te verzamelen voor Schappelijk, de sociale winkel voor cliënten van de voedselbank. Uitdeelpunt Scheveningen. In een woning aan het Lamgroen in het centrum van Den Haag zijn gisterenmorgen 2 mannen gewond geraakt bij een vechtpartij, waarbij gestoken is met een mes. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de 2 gewonde mannen opgepakt. Vanwege dit incident was er een traumahelikopter geland op het Deltaplantsoen in de Rivierenbuurt. Wat er precies heeft plaatsgevonden in de woning wordt momenteel door de politie onderzocht. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de betrokkenheid bij het schietincident maandag op het 24 oktoberplein in Utrecht. De 2 eerder aangehouden medeverdachten zijn vrijgelaten. Zij worden niet meer verdacht. Dit was de nieuwsflits voor vandaag. Ik bedank u voor het kijken en ik wens u een fijne avond. Doei!